Joris op 2. Hij kan even bijna een pure hoekje. Kijk eens, de kant van de motor. Joris Nieuwenhuizen op 2. De man uit links. Dirk Fabriek op 3. Onze grasbaancoureur, onze toetreer. Dan van rij nummer 1 op 4. Lever Valet. Luc Slepers is teruggezakt naar 5. Jeroen Te Veldhuis is 6. Wessel van Nijl is 7. Dat verlopen is dus aan de leiding nummer 118. Ja, niemand minder dan Danny de Jonge. Als je deze serie gaat, is er 1 overvoering. Ja. Na de pauze krijgen we de tweede marge van de 85cc kleine wielerklasse. Het is volgens Abel met 12 seconden voorsprong. Danny de Jonge met 118, Joris Nieuwenhuizen met 2,33 op 2. Dirk van Brink met 66 op 3. Luc Slepers met 92 op 4. Leder, Palet, het rijden nog 1 op 5. En hier op de Veldhuis op 6 en de Wissel van de Huil op 7. Ja, ik zie het. Dan heeft die oude dat nog niet kon betalen. En dan hebben we allemaal bekeken de ICT-man van de Amsterdam. De man van AT Design. Niemand anders dan Alwin Telkamp. Ja, Telkamp. Hij is flink ziek geweest, jongen, zeven, maar toch deze keer door de indoor. Super wat iemand gedaan heeft. Zonder hem hadden we geen uitslagen. Moest je tellen, moest je een steentje zetten. Is niet bij te schrijven. Nee. 118, Danny, de jongen, nog steeds aan de leiding. Jongens, Nieuwenhuis, 2. Oh, de valpartij van de leider. De leider, Jongens, Nieuwenhuis, waar is die? Ja, dat duurt nog wel even. Oh, dat duurt zeker even. Die is nog net bij mij hier. Hij kan nog een keer gaan koffie drinken. Of een lekkere chocolade met boerenslagroom hier in de kantine. Ja, dat is lekker hoor, die slagroom. En dan vergeet je haast de smaak van de chocolade. Hier is hij weer door, 118. En we hebben nog 1,5 minuut rijden. Jazeker, 1 minuut 28 op de zoek van Zurich. Hier is onze tweede man, Joris Nieuwenhuizen met 233. Op de fabriek, op de derde plek met 66. Een grafmaatuur, hè? Ja. Dirk en Bruce. Een hele familie. Die behoorlijk furoren maken op de grasbaan en Speedway. De familie Fabriek. Hier in deze serie gaat steeds alle leiders met een kleine minuut te gaan. Danny de Jonge. Hij heeft nog steeds 11 seconden voorsprong. Ondanks de valpartij op Joris Nieuwenhuizen met 233. Hij ligt keurig tweede. Rijden in deze serie.
seconden voor de leider in de wedstrijd. Danny de Jonge met de rijderrol 118. Hij zal zo daar met een bordje binnen zien. Ik word hem nog zeker. De tijd is verstreken voor het. Ja, en daar komt het bordje. Daar komt het bordje. 118, hier is dat. Daar is hij, Danny de Jonge. Door het Stuurhuis op deze de tweede plaats. Door het Sabine Kroeg. Die zijn we het nu nog makkelijk. Straks als ze bij elkaar inkomen, dan krijgen we Dennis de Jonge en Danny de Jonge. Ja, dan laten we die achternaam laten we weg. Ja, maar ik heb het hele jaar er al mee geworsteld hoor. Hier is Joris Nieuwenhuizen. Ja, dat is nog een rondje. Ja, dit is fabriekje 2 hoor, Richard. Fabriekje 2? Ja. Waar is Joris dan? Joris heeft een klein foutje gemaakt. Hai. Dirk van Brieven rijdt al voor je luister, rijdt hem doorheen. Ik zie het op z'n Tala. Nummer 1 is Leendert Wallet, Gerard. Ja, 66 was dat. 66, dat is Dirkfabriek en Joris Nieuwenhuis. Maar wie gaat er over? Dat moet dan volgens mij zijn nummer 118. Danny de Jonge. Ja, dat klopt.